kijken naar mijn nieuwe video. Voor degenen die me nog niet kennen, ik ben Elma en ik maak op dit kanaal heel veel shopvideo's. En ook vandaag gaan we weer shoppen en dat gaan we doen bij TK Maxx. Nou, TK is ook echt een van mijn favoriete winkels, want bij TK kun je gewoon echt vet goede koopjes scoren. Echt van de zomer heb ik een keer een tas gevonden, die was volgens mij van 300 euro, afgeprijsd naar 10 euro. Echt, nou, dat wil je toch? Ja, ik ben heel benieuwd wat we vandaag weer allemaal gaan vinden. Ik heb wel ook een speciale missie, want ik ga in samenwerking met TK Maxx voor Instagram een kerstfoto maken, of eigenlijk twee kerstfoto's. En daarbij komt een giveaway, dus daar kunnen jullie ook aan meedoen. Dus volg me vooral ook eventjes op Instagram, @elmavk. Dan kunnen jullie ook meedoen aan die giveaway. Dat zou natuurlijk wel hartstikke tof zijn. We gaan dus, ja, daarvoor shoppen. En ik zat te denken dat het misschien wel leuk is om één party outfit te doen en één wat meer winterse look. Dus bijvoorbeeld een lekker dikke trui of een mooie jas of zo. Voordat we gaan, nog even één laatste dingetje. Ik wilde jullie namelijk allemaal even heel erg bedanken. Ook namens Siem voor alle leuke lieve comments die we hebben gekregen op de Flying Tiger video. Echt heel erg tof. Jullie zijn toppers. En ik ben echt super blij met de positieve sfeer die hier altijd op het kanaal is. Dus ja, echt heel erg bedankt daarvoor. Nou, dan gaan we nu lekker naar de TK Maxx in Groningen. Oké, nou het is super slecht weer. Dus ik ben blij dat ik er ben. TK Maxx, laten we snel naar binnen gaan. Je hebt hier dus heel veel jassen. En ik zag hier dus dat ze hier ook van die puffers hebben. Kijk, zo'n lange die zoek ik dus eigenlijk nog. En dit is een donkerblauwe. Ik weet niet of dat nou... Het is niet echt de kleur waar ik in eerste instantie aan zat te denken. Maar kijk, hij is wel maar 29 euro. Kijk, dit is nog een witte. Ook wel heel mooi. Deze voelt wel echt lekker dik. Alleen dit. Dat weet ik niet of ik dit wel zo leuk vind, maar dit kan er misschien af. Oh nee. Nee, helaas. Ook nog een apart jasje van Replay. En dit is wel echt een schat als je ook naar het prijsje kijkt. Want kijk, hij is nu 59 euro. Gewoon afgeprijsd van 350. Wel echt een leuke herfstjas. Ik ga hem zo even voor jullie aandoen. Ik moet hier dus echt even graven. Want van alles hangt er maar één of twee soms. En hier zie ik nog een witte puffer. Maar deze kraag kan er dan wel af. Dus dat maakt deze misschien ook wel interessant. Oh, maar deze is dan weer 100 euro. Oké. Okay. Ralph Lauren blazertje met een ruitje. Een klassieker. Maar nog wel 75 euro. Nou, vind ik dan toch nog net iets te prijzig. Nou, nu heb ik iets, jongens. Dit is ook wel echt een topper van Replay. Kijk eens. Hij heeft zo'n teddy van binnen. Hele stoere jas. En dus ook maar 39 euro. Van 300 voor 39 euro. Alleen ik denk dat die echt voor mij te groot is. Want het is een L. Ik ga hem wel even aandoen. Oh, ik ga echt nog even goed zoeken of er niet nog een kleiner maatje is. Dit vind ik ook een leuke trui. Met dat grove breisel. En dan vooral die mouw. Kijk eens hoe leuk dat is. Even kijken hoor. 20 euro. Alleen deze kleur is het voor mij niet helemaal. Maar ik vind hem verder wel leuk. Oeh, kijk, hier zijn dus nog veel meer van die truien. Een licht roze. En deze. Ja, ik vind ze wel heel erg leuk. Ik zag dit kooltruitje. Het is van Zara en het is velvet. Paars. Maar het is dus maar 4 euro. En ik dacht van, het kan best wel leuk zijn gewoon bij een zwarte high-waisted pantalon. En dan een jasje erover of zo. Wel leuk om mee te combineren. En toch feestelijk. Dus deze die doe ik misschien wel even in mijn mandje. Nou, nog meer party tops. Ik denk wel dat je deze eventjes aan moet zien. Maar je kan hier dus niet passen. Dus dan zou ik dat thuis even moeten doen. Maar deze, ja, is hier aan de voorkant wat korter. 8 euro. En deze is dus ook 8 euro. Die is echt wel see-through. Dus daar moet dan een hemdje onder. Kan leuk staan. Oeh, glitters. Hier hou ik ook van. Alleen deze is een beetje doorzichtig. Dat is jammer. Maar verder vind ik hem wel heel erg leuk qua kleur ook. En hij glittert heel mooi. Leuk bruin rokje. Twee zakjes hiervoor en een rits. 20 euro. Love and jeans. Merk ken ik niet. Maar ja, leuk met hoge laarzen en een kooltruitje. Een blazertje, een vest of zo.
Ja, heel leuk. Deze is ook wel te gek hoor, jongens. Dit is gewoon een plooirok, maar dan van pailletjes. Hele mooie blauwe kleur. Nou, zoiets heb ik bijna nog nooit eerder gezien. Deze is wel gaaf hoor. Even kijken. Van Guess. Oeh, nu 20 euro. Wel heel erg tof. Ik zie dat ze hier dus ook al van die hele leuke relaxte broekjes voor thuis hebben. Dit is een witte. Echt heel lekker stofje. Voelt ook wat dikker. Zo'n mooie kwaliteit. 20 euro. Maar ja, ik kom nu voor partykleding. Dus laat hem hangen. Ook wel een heel apart rokje. Van Guess. Dus ook echt super afgeprijsd. Van 130 voor 17 euro. Heeft allemaal kleine steentjes er ook nog op. Dus ja, ik denk dat het ook wel heel tof kan zijn. Even over nadenken. Dit vind ik ook een mooie top. Zo met een hoge kraag. En dan een hele speciale mouw. Wijd. En loopt er hier wel weer strak toe. En dit is ook nog net een ander stofje. Hier is een ribbeltje. Ja, wel mooi. Ze hebben ook heel veel feestelijke oorbellen. Ook wel heel veel heel groot. Maar ik zag dus deze. Oh, even kijken dat die scherp is. Deze vond ik wel heel schattig. Het zijn een beetje van die rainbow oorbelletjes. Drie ringetjes, 7,99. Gold plated. Dus ja, die zijn wel leuk, vind ik. Ook een leuke mondkap voor de kerst. Met een rendier. 3,99. Oh, of deze. Hoe grappig. Foute kersttrui. Deze is met echte glitters. Voor je oud en nieuw feestje. Nou, en er zijn ook nog 100% cashmere mondkappen. Voor de echte luxe poes. 5,99. Ik weet niet of dit dan echt prettiger draagt. Maar ja, het is het proberen waard. Nou, ik had gehoopt dat er echt heel veel partydresses zouden zijn. Maar dat valt een beetje tegen. Het is gewoon één klein rekje. Dus hier ga ik eens even goed tussen kijken. Ik vind dit ook een heel schattig topje. Kijk, hij is doorzichtig. Maar er zit eigenlijk al een hemdje onder. Hij heeft hier nog leuke details. En hieronder ook. Maar het is een L. Dus ik denk dat ik hem niet ga passen. Oeh, hier in het sale-rek vind ik gewoon nog weer zoveel leuke jassen. Kijk, 24 euro. Ja, deze ga ik ook even aanpassen. Het wordt gewoon een hele jassenvideo. Want ik zag dus ook nog... Kijk, zo'n gekleurd jasje vind ik dus ook wel grappig. Kijk, dan voor 28 euro heb je wel een leuk extra jasje. Dit is ook wel echt even een tip hoor. Er hangen hier dus jassen van Kolmar. En die zijn normaal dus echt extreem duur. Meer dan 500 euro. En nu dus deze 33 euro. Dus ja, het is wel echt natuurlijk top voor als je gaat wintersporten. Wat veel mensen waarschijnlijk niet gaan doen dit jaar. Maar dan heb je hem maar vast, hè. Nou, deze is toch tof voor de skipiste. Val ik lekker op. Nou ja, gewoon vast alvast voor volgend jaar, jongens. Hier. 33 euro. Ja. Calvin Klein Golf. Ja, dit vind ik wel wat voor mijn moeder bijvoorbeeld. Hier, 26 euro. Leuk jasje hoor. Ja, dit is natuurlijk ook top. Gewoon zo'n zilveren schoentje. Dan ben je ook meteen helemaal feestelijk. Maar deze is net iets te klein voor mij. Even kijken of mijn maat er ook nog is. Ook nog wel een toffe boot met sterren. Wel lekkere stevige hak onder. Eventjes de prijs checken. 20 euro. Ja, ook leuk. Oh, dit is ook gaaf. Zo'n soort snowboot-achtige schoen. Van 120 voor 15 euro. Ja, heb je wel echt heerlijk warme voeten. En deze kun je ook best wel leuk stylen nog. Ik vind deze ook leuk. Hier zijn nog wat extreem afgeprijsde dingen. Wel leuk. 8 euro deze. En deze zijn gewoon maar 3. Nou, dit is wel echt een klassieker. Van DKNY. Kijk, heel klassiek model. 20 euro nu. Dus het is wel echt super afgeprijsd ook. En de kleur is op zich ook wel heel erg mooi. Ja, het is gewoon een heel mooi klassiek jurkje. Deze vind ik ook mooi. Beetje zijdeachtig. Kleine zilveren
Met een zilver stipje. Nou, het merkje ken ik niet, maar het voelt wel heel fijn. En ik denk dat je dit ook wel heel leuk kan combineren. Dus misschien kun je deze wel meenemen. Oeh, ja, ik hou hier dus wel van, hè. Het is toch wel, kan wel heel feestelijk zijn, hoor. 3 euro nu, dus ja, misschien waag ik wel een poging hoe dit staat. Oké, het is wel extreem. Het was echt heel erg veel leuk, zoals jullie zien. Ik ga nu sommige dingetjes hier eventjes bij de spiegel aanpassen. Dus jassen en zo mogen wel hier. En de rest ja, moet ik maar even goed uitzoeken. Die puffercoat aan. En deze kwam uit het aanbiedingsrekje. Dus deze is nu maar 24 euro. Dus dat vind ik op zich wel echt een hele goede prijs natuurlijk. Hij is een beetje beige. Ja, hij zit heerlijk. Ja, lastig. Kijk, deze jas vind ik dus ook wel erg leuk. Een beetje wat een apartere kleur. Zo olijfgroen. Het staat trouwens echt vreselijk met die rode top die ik aan heb. Maar... dus ik vind hem heel mooi. Alleen ik twijfel een beetje of dit nu wel geschikt is voor, ja, zeg maar de kerst-winterfoto die ik ga maken. Ik denk misschien die witte leuker. En de boots. Beetje snowboot-achtig. Maar ik vind dit dus ook wel gewoon, hè, als het gewoon koud is, kan je dit ook prima aan. Er hoeft geen, niet echt per se sneeuw voor te wegen of zo, vind ik. Dus ja, twijfel, hè. Dit is de replay jas. Kijk. Nou, ik ga hem zelf niet doen, want het is toch ook niet helemaal mijn stijl. Maar ik vond het wel leuk om hem even aan jullie te laten zien. Hij is nu dus 60 euro van 350 voor 60. Dan heb je wel echt een hele mooie aparte jas. Dus als je hiervan houdt, moet je er snel bij zijn. Oh, dit vind ik zo jammer, jongens, dat deze me nou net wat te groot is. Want voor 40 euro was dit toch echt dé schat geweest die je hoopt te vinden. Ja. Nou, tip voor jullie. Het is een maat L. Hopelijk hangt hij er nog. Als jullie dit zien in TK Maxx Groningen. Weer een heel mandje vol. Ik zal het jullie straks thuis allemaal laten zien. Ja hoor, ik ben weer thuis. En ik ben geslaagd hoor. Kijk eens wat een mooie tas ook. Met engeltjes. Deze heb ik ook nog speciaal gekocht hoor. Die vond ik zo leuk. Ik dacht, daar kan ik misschien ook nog wel een keer een leuke foto mee maken of zo. Maar ik ga jullie nu laten zien wat erin zit. Als eerste een jas. Er waren zoveel leuke jassen. Ik vond ook echt die replay jas, die zwarte lammy van replay. Die was echt te gek, maar die was mij helaas te groot. Maar jullie weten, hier was ik ook nog naar op zoek. Zo'n lange puffer. Dus ja, helemaal blij hiermee. Hij was er ook in het olijf. En ik twijfelde echt over de kleur. Maar uiteindelijk dacht ik, ik ga toch voor beige. Want dit kan ik wel makkelijk combineren. Bijvoorbeeld met, ook met een rood baretje. En een leuke geblokte sjaal. En die zag ik dus ook nog liggen bij TK voor 5 euro. Dus deze heb ik meegenomen. En ik dacht, dit is dan natuurlijk heel leuk voor mijn, hè, mijn kerstachtige foto. Want dit is natuurlijk meteen echt zo'n kerstprintje. Dus ja, ik denk dat, dat ik hier wel een heel leuk plaatje mee kan maken. En deze jas die was dus ook maar 24 euro. Dus nou, dat is natuurlijk echt, echt een klein prijsje. En ik zag hem gewoon ook nog online staan. Gewoon voor de origineelprijs van 140 euro. Dus het is ook echt niet, zeg maar, dat het een oud model is of zo. Hij staat gewoon nog op internet voor 140 euro. En ik heb hem dus voor 24. Dus dat is natuurlijk wel echt, dat is echt, echt top van TK. Zo, ik heb dus even die jas aangedaan. En ik vind hem eigenlijk wel echt heel erg leuk zo, hè. Met het baretje en dan die sjaal. Wat tof is aan die sjaal is dat hij twee verschillende kanten heeft. Dus aan de ene kant heeft hij zo'n zwart met wit blokje. Aan de andere kant heeft hij zo'n tartan print. Dus ja, dit is toch wel echt Christmassy, toch? Dacht ik. Ja, ik ben er blij mee. En hij voelt ook echt zo lekker warm. Tweede wilde ik dus een partylookje creëren. En daarvoor ben ik uiteindelijk gegaan voor, even kijken, het zit allemaal aan elkaar. Maar voor dit rokje. Kijk. En ik dacht dus, ik heb laatst natuurlijk die top met al die pailletten gekocht bij de kringloop. En dat leek me dus heel erg leuk om die er dan bij te doen. Dan is het toch echt super feestelijk. Ik zal het zo eventjes voor jullie gaan aantrekken. Oké, ik heb de rok aangedaan.
Ik twijfel wel een beetje of ik het nu zo leuk vind staan. Het is misschien een beetje te veel van het goede. Het lijkt nu misschien een beetje jaren 20 verkleedfeestachtig. Maar ik vind het rokje wel grappig. Gewoon wel ook echt over de top natuurlijk. Maar ik vind dat dan wel leuk voor de feestdagen. Gewoon echt eventjes lekker uitpakken. Maar ik ga eens even kijken of ik er misschien toch een andere top bij ga doen. Want ik vind het nu misschien een beetje ietsjes too much. Oké, dit is echt weer wat voor mij hoor jongens. Ik bedoel, ik ben zo aan het passen. En ik denk, wat zit er nou raar? Waarom zit het zo wijd in de taille? En ineens denk ik van, is het wel een rok? Misschien is het wel gewoon een jurk. Maar hij hing gewoon bij de TK tussen de rokken. Dus daarom was ik er helemaal van uitgegaan dat het een rok was. Maar het is gewoon een jurkje. Nou, wat vinden jullie? Ik vind het eigenlijk wel geinig. Kijk, het is wel kort natuurlijk. Echt heel kort. Maar goed, hier kan ik wel een feestelijke foto mee maken natuurlijk. En ik kan er een jasje overheen doen. En voor 3 euro hou ik hem wel. Wat een grap ook weer. Nog iets meegenomen en dat is deze blouse. Die kon ik gewoon ook niet weerstaan. Want ja, als ik dan ook die kortingen zie bij TK, dan word ik gewoon helemaal gek. Kijk hier, van 115 voor 7 euro. En ja, hij voelt gewoon echt super fijn. Beetje zijdeachtig. Heel fijn stofje. En ik dacht, ja, dit is gewoon wel een leuke feestelijke blouse. Maar die je toch ook gewoon heel makkelijk even aandoet. Omdat hij gewoon wel heel fijn en comfortabel zit. Nou, hij heeft gewoon kleine zilveren ruitjes zijn het eigenlijk. En ja, hij valt hier dus zo laag. Dus je kan een leuke ketting bij doen. Ja, ik denk dat dit heel leuk is bij gewoon een zwarte pantalon of zo. Dus ja, deze kon ik gewoon ook echt niet laten hangen. Oh, ik ben toch even blij jongens dat ik deze toch heb meegenomen. Want dit is gewoon echt een heerlijke blouse. En gewoon zo handig voor als je toch een beetje feestelijk wil zijn. Maar geen zin hebt om echt all the way te gaan in zo'n feestjurk of zo. Gewoon, het zit gewoon heerlijk. Je kan er bij wijze van spreken gewoon lekker mee op de bank zitten. Zo lekker zit het. Maar je ziet er gewoon toch leuk aangekleed uit. Kijk, daar hou ik van. Gewoon wel comfort. Maar toch ook wel een beetje glitter. Nou, superleuk. En dat voor 7 euro. Fijn stofje. Helemaal partyproof. Ja, en dat was hem dan. Ik ben goed geslaagd. En ik ga dus Instagram foto's maken met deze items. Dus als jullie het leuk vinden, kunnen jullie de foto's terugzien op Instagram. En dan kunnen jullie dus ook meedoen aan de winactie. Dus volg me vooral @elmavk. En verder hoop ik dat jullie het leuke video vonden. Doe allemaal vooral een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie maandag weer met een nieuwe video.